een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe vlog. Yay! Nieuwe week, nieuwe vlog. Ik heb net ontbijt gemaakt. Ik had geen zin in brood. Ik weet niet wat het de laatste tijd is. Ik heb gewoon de hele tijd geen zin in brood. Ik heb hier ontsteking bij. En hier ook. Ben ik niet zo happy mee, maar ik ben ongesteld geworden. Dus krijg ik altijd pukkels. Super irritant. Maar ja, anyways, ik was dus bij het verhaal dat ik ontbijt had gemaakt. Ik heb het ontbijt gemaakt. Een hele lekkere combi gemaakt. Ik zal even laten zien. Yoghurt gedaan met Tony Chocoloni brokken, weet je, die blauwe die ik toen had gehaald. Die heb ik in stukjes gesneden. Walnoten met banaan en een drizzle of honey, baby. Heerlijk. Trui aan, mijn pyjama eronder, want ik had het zo freaking koud weer. Ik had gisteren 3 dekens of zo en echt niet normaal. Maar ja, ik ga mijn dag lekker beginnen. Wat heb ik te doen? Heel veel shit. editen en eerst mijn ontbijtje eten met mijn thee. Ik heb hier dus geen geduld voor. Ik doe juist altijd lief tegen jou. Ik had het heel erg lief tegen jou. Toch? Nee. Vind ik dus echt gemeen. Oh my god. Wat ziet je haar mooi. Wat zeg je? Koekje. Nee, ja, wacht, heb al een koekje gehad. Oh. Wat doe je daar? Ja, koekje. Doe even dit. Ik heb mouse. Oh, hij is niet meer, hij is niet dik of zo. Doet het ouw? Ja, het ouwe. Oh nee! Mag ik een knoop? Ja, zal ik hem even dicht doen voor je weer? Koud, koud, koud. What happened? Dus vandaar dat ik met een sjaal om in huis zit en de kachel heb ik op 23. Ja. Deze de hele tijd in mijn sjaal wikkelen. Jee, in mijn sjaal. Zodat we gewoon samen dan lekker warm zitten. Mems heeft net prikje gehad, de laatste prikje. Haar gaat op zich wel goed, alleen zijn arm is een beetje opgezwollen. Ik ga ze, hey, kom maar binnen. Dus wij kwamen daar en ik zei tegen haar van, hey, dit is Memphis, hoi, hi. Toen moest ze eerst die oogtest doen. Ging niet helemaal goed. Het is al de tweede keer dat ik een oogtest heb gehad en het is alle twee keer niet goed gegaan. Ik krijg nu weer een afspraak voor een derde keer de oogtest doen. Hij moest een prikje. Prikje vond hij ook niet leuk. Ik moest hem op schoot houden, zijn arm heel goed vasthouden. En toen kreeg hij een prik. En toen zei ze van, het is klaar. Maar op een gegeven moment, hij keek naar zijn prik en dacht van echt gewoon, wow, wat gebeurt hier? En een paar seconden later kwam ze helpen. Maar ja, nu is zijn arm een beetje dikker. I don't know. Wel goed zo. Dus ik hoop ook niet dat hij ziek wordt. Want als hij ziek is, gaat hij echt in de avond niet slapen. En ja, yeah, you know the drizzle. Mom life. Geen slaap, ballen onder je ogen tot en met hier. Nee. I like us better when we're wasted. It makes it easier. Oké. Een hele goede morgen. Het is vandaag. Welke dag is het eigenlijk vandaag? Zaterdag. Oh ja, het is vandaag zaterdag. We zijn in Arnhem, maar dat had ik al gisteren verteld, omdat we gisteren in de trein zaten. Dat was echt wel super spannend. Maar ik ga nu in ieder geval snel aankleden en dan gaan we direct naar de stad toe. To go. Ik heb gewoon even iets simpels aan. Een trui met sneakers en een legging omdat we gaan shoppen. En dat vind ik gewoon lekker te zitten dan. En het is koud, jongens. Ik denk dat het nu 3 graden is buiten of zo. Wat wil je drinken? Tada! Tada! Oh my god, dat ga ik echt niet opkrijgen hoor. Oh, ik hou ervan al die sale hoor. Ze hebben zoveel sale overal. Ik heb al zoveel leuke dingen gevonden. Ik heb al wat gekocht, maar dat laat ik een andere keer wel zien. Want ik kon niet in het pashokje filmen. Het was te druk en mensen zaten te wachten. Dus dan denken ze ook van, chick, wat doe je daar? Schiet op. Dus dat ging hem niet worden. Dadelijk nog wel wat dingetjes passen. Misschien heb ik dan wel de tijd om het gewoon rustig aan te doen, zodat ik jullie dat kan laten zien. Oké, dit heb ik allemaal gepakt. En ik ga nu kijken of ik alles past en leuk vind. Oké. Ik denk dat ik deze wel echt super leuk vind. Met die beanie op, echt super. Ik weet niet hoor. Beetje iets te veel decolleté hier zitten. Behalve Titan eruit. Die doet dit te woord. Het is wel leuk als jurkje zo. Ik vind dit niet zo mooi. Kijk nou. Wat is dit? Ik vind die broek wel heel erg leuk. En ik kan het ook gewoon met sneakers aandoen, dus dat scheelt. Ik voel hem wel. Ik heb nog zo'n truitje. Dan in mijn broek. You know what I mean. Ik kan niet meer uitleggen. Ik heb zoveel gepast en het zweet op mijn voorhoofd. Ik ga hem denk doen. Het is een broek wat ik normaal nooit zou kopen, maar ik vind hem nu wel echt super vet. Ja.
Kijk. Ik vind dit rijtje ook op zich wel heel erg leuk. En op camera zie ik is het weer anders. Maar deze doe ik sowieso, want dit vind ik echt een leuk dingetje. Of die met deze broek staat, weet ik nu zo net niet. Ik voel hem nog niet heel erg. En deze kooltje is echt super lekker. Op de vlogcamera vind ik het niet zo mooi, de combinatie. Maar als ik in de spiegel kijk, vind ik het wel mooi. Weird construction dat is, maar I like it. Zo, we hebben net eens even lekker geshopt en gedaan. Ik heb echt wel allerlei dingetjes gekocht. Alleen Memphis werd op een gegeven moment een beetje vervelend. Dus zijn we maar weer teruggegaan in de regen en al. Ik heb wel een beetje aan. Auw! 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 Oh, wat gezellig Memphis. Je hebt een pakje bij de open haard. Kom eens kijken. Dat is toch juist goed hieronder? Die is toch van Memphis? Van Memphis? Van Memphis? Dat is een cadeautje van Memphis. Ja! Ja! Een hele goede morgen. Het is gewoon freaking 7:30 en het is nog donker buiten. Ik kon niet wakker worden. Ik was echt super moe. Het ging donker. Oh my god. Dus ja, ik ga nu even ontbijt maken voor de jongens. Ik doe meteen even die dingen wassen. Heb ik dat voor vandaag als takenlijst al gedaan. Pretty, pretty, pretty. Goedemorgen. Ja, heb je daarmee geslapen? Ja, ik ga even kleren aan. Wil je kleren aan doen? Ja. Ga ik zo pas klaarzetten voor je. Ja, lampje. Even kijken. Ik heb een hemd. Onderbroek. Daar wordt het koud. Ga je zelf aankleden? Hij zit op de grond. Doe jij het zelf? Ga maar aankleden. Ik heb het daarbij kijken. Je moet naar school, hè? Kijk eens naar mama. Ja. Krijg ik een kusje? Ik heb trouwens nog helemaal geen BH aan. Scandalig. En dan gaan we weer verder met de was, jongen. Kijk, Sophie, wat grote berg vol. Oké, dekbedden zijn gewast. Kijk. In a droger time when the weather is fine. En ik ben buiten adem, want ik heb heel veel gerend. Ja, ik heb. En ik hoop dat de zwarte was er één keer in past. Du-du-du-du-du. Wish me luck. Cross my fingers. Du-du-du-du. Oh, daar verslikte ik bijna. Jongens, jongens, jongens. Het staat echt op knallen, maar maakt niet uit. Huppatee. She got rhythm, she got rhythm, she got mine. En dan gaan wij nu het zwarte middel voor de zwarte was gebruiken. Want wetenschappelijk is het bewezen dat dit correct is en dat het helemaal klopt. Dus wil je jouw was langer zwart houden? Gebruik dan Robijn wasmiddel. She got that. Feeling so mighty fine. Kom een beetje erbij, dat is een beetje weinig gedaan. I need to do it with that. Laten we niet op 60 graden wassen. En mijn kleren te klein. Duh. Ik vind hem zo goed. Het past. Oh, yes. Oké, hier de shopping bags. Wat ik allemaal even ga aanpassen. Yay. Oké, ik heb hier alle tassen. Maar ik dacht voordat ik die kleren ga showen, laat ik eerst maar eventjes mijn bekkie poetsen en zo. En mijn haar even doen. En een beetje er normaal uitzien. In plaats van, moeder, je bent net wakker geworden en you look like crap. Dus dat. Ik ga nu even snel mijn magic doen. Zo, oké. Dit is echt super vaag, maar ik ging dus net editen. En nu heb ik geen tijd meer om de kleren te showen. Dus die liggen hier nog. Niet dat ik zo lang altijd bezig ben, maar ja, ik had gewoon geen tijd meer. Anyways, ik ga nu mijn snel ophalen. En ik denk dat ik mijn kleren in de volgende video ga showen. Want ik heb vrijdag heb ik een shoplog. Dus ik dacht, wat is er leuker dan mijn kleren te showen in de shoplog. Ik ga nu in ieder geval Memphis ophalen. Neem ik jullie weer mee. Memphis ophalen, we wrap it up a little bit. Want ik ben laat. Het is bijna 9:30.
Autosleutel. Waar ben je autosleutel? Hier. Gratis voor jou. Ga je hem even halen? Ja, ik ga nu hem even halen. Okay, tot zo. Doei. En mijn ophurken dat ding. Oké, okay, even wat zachter. Can't stop the feeling. Keep dancing. Gaan we rijden. Hij blaft nu al. Oh, ik ga achteruit. Ik moet naar voren. Oh my god. Echt, iedere keer wanneer ik rij, kan ik dus niet rijden. Want ik rij gewoon echt crappy. 10 voor 11, toch? Dat leer je toch op bij school, 10 voor 11. De tijd vliegt voorbij. Ik kan het haast niet meer bijhouden allemaal. Ik was net nog bezig en ineens moet ik voilà magisch weg. En dan gaat het ineens heel snel de tijd. Oeh, je doet het nog wel hè? Ja, wat wilde ik vertellen? Dat ik dus nu Mems op ga halen. Dat wilde ik vertellen, want dat heb ik al 100 keer gezegd dat ik Mems op ga halen. Maar ja, af en toe lijkt het net alsof ik een beetje dementie heb voor Alzheimer. I don't know hoe je dat zegt. Oeh, rijden. Ja, ik heb nog avondeten van vorige week. Nou, dat klinkt heel erg smerig en vies. Mag ik daarin nu? Oh, het mag daarin. Oké, dat klinkt heel smerig en vies. Oh, ik ga verkeerd. Kut. Oh nee, ik ga goed. Ik mag hierin. Ik mag erin. Ik dacht van niet, maar ik mag er wel in. Het is nog gewoon goed. Het is zonder vlees. Het is alleen met rijst en wat groentes. En ik had nog spersiebonen. Dus dat ga ik zo maken. Hallo, je moet eerst kijken, meneertje. Je kan niet zomaar die auto ervoor knallen. Ik weet niet meer waar ik ben. Ik weet niet meer waar ik mijn verhaal ben. Zie, dat bedoel ik. Oh my god. Dan ben ik helemaal van me apropos als iemand zo zijn auto ervoor knalt. Daar ken ik niet tegen hoor. Hou ik niet van. Dan denk ik echt... Oké, misschien moet ik wat meer ontspannen in die auto. Ik allerlei dingen tegelijk doe. En ze zeggen dat vrouwen dat kunnen. Nou, ik denk dat ik de enige vrouw ben die dat niet kan. De politie. Ik weet niet waarom ik zo zenuwachtig word omdat ik de politie zie, maar... Ik mag gassen. Oh life, doo doo doo. I'm a superstitious girl. I'm the worst in. Ik weet niet of ik het goed zing hoor. Life. En ik moet hem nog parkeren. En parkeren duurt bij mij ook een half uur voordat ik dat heb gedaan. Ik ga heel even voor jou. Sorry, Fiat 500je. De hele wereld heeft haast tegenwoordig. Ik ga hem op de stoep zetten. Geen zin om zo ver te lopen. Het is mega koud, dus who cares. Sorry. Nu moet ik wel achteruit. Oké. Park, ja. Memphis? Wat wil je op brood? Ik ben een broodje aan het maken voor je. Wil je schudden buikjes? Nee, ik wil niet. Vrijdag. Ja. Vrijdag hoe heet het, hè? Had ik met die even afgesproken. Vrijdag wat? Uitdelen. Oh, oké. Goed dat je het zegt. Ik ga maar weer even boven de was doen. Is er een tea voor mij? Kijken of deze droog. Ja. Zo, dit hangt weer. Later. En ik ben klaar. Dit bedoel ik. Dus heb ik brood voor hem gemaakt en eet hij het niet op. Stofzuiger, ben echt kapot. Ja, ik ga nu even verder, want ik ben nu toch goed bezig. Dus. Zo, dit was alweer het einde van mijn video. Vond je het een leuke video? Vergeet er geen duimpje omhoog te geven. En dit was alweer het einde. Ik zie jullie vrijdag. Vrijdag heb ik een shoplog. En vergeet niet te abonneren, had ik al gezegd. Door hier te drukken op mijn hoofd. Zo, poing. En je bent geabonneerd.